Ja, na een lange tocht van zo'n 10 uur zijn we dan aangekomen aan de veerboothaven. Een superfast ferry naar Finland. En daar moeten we dan dadelijk door. En je ziet, het gaat heel langzaam. En dat is nog een stukje haven. Want we zijn hier in Rostock. Oost. Überseehaven heet dat hier. Nou, dat is het dan. Veerboot naar Hanko in Finland. En Jukkelen. En dit is dan onze cabine. Geloof het of niet. Maar we hebben een super luxe cabine gekregen. Helemaal bij de achtersteven. Kijk eens, daar kun je nog zien hoe de anderen aan boord komen. Daarachter ligt dan Rostock. Schitterend, hè? Dan gaan we even door met rondkijken. Want dit hoort er ook nog helemaal bij. En je ziet, dit ligt niet, het is echt mijn eigen film. En zo gaan we dan uit de haven van Rostock. En dan zijn we weer terug in onze cabine. Dan hebben we dit uitzicht. En dat is aan de kust van Finland. Nou, hier varen we dan de haven van Hanko binnen, zoals je ziet. Duurt nog wel even. En hier zijn we dan in het centrum van
Turku, de voormalige hoofdstad van Finland. Dit is het grote marktplein. En je ziet, het is heel licht en het is al 11 uur 's avonds. Maar ja, daar komt die middernachtzon. Dan gaat de zon hier niet onder. Dan ga ik even rechtsom. Naar achter in die straat ligt ons hotel. Het ziet er toch aardig uit. En hier zijn we dan op de markt van Turku. Stralend mooi weer. 25, 26 graden wordt het vandaag. We zitten hier bij de rivier de Oga. Die stroomt dwars door het stadje Turku. We zitten hier op een terrasje te genieten van de uitzicht. Turku. En we maken een wandeling vanuit het centrum. Een mooie wandeling met mooie oude gebouwtjes. En hier zijn we dan bij het fort van Turku. Dat loopt niet zo makkelijk hier. En hier lopen we dan buiten het kasteel. En hier staan we dan aan de achterkant van het kasteel. Ja, een mooi imposant gebouw. Het is dan een zijkant. We zijn vandaag op weg naar Atari, via Tampere. Dat is een top van zo'n 350 kilometer. Zoals je kunt zien heb ik mijn privéchauffeur meegenomen. Ja, ik kan best wel goed rijden, en heel meer ook. We rijden nu over de route 66 richting Ruhevesi. Dat betekent dat we van de 350 kilometer zo'n 250 hebben afgelegd. Dus we hebben nog een dik uur, anderhalf uur te gaan. En het is een mooi weggetje. Dit zijn de meren van Ruhevesi.
We zijn we dan aankomen bij het hotel in Atterri. Het hotel dat ligt, zoals je ziet, in een zeer waterrijk gebied met allemaal mooie meren. We maken een avondwandeling langs het meer. En je ziet wat je om 9:15 nog licht hebt hier. En dat is om 11:00 nog steeds zo. Mooi hè. We zijn onderweg naar onze volgende stopplaats. En na zo'n 70-80 kilometer komt dit plekje uit. Aan de overkant zie je een plaatje liggen. Het plaatje wordt korter bijgehaald. Dit is schitterend. En hier zijn we dan in Cagnani, na een tochtje van een paar uur en de nodige weggetjes omrijden. Er staat veel verkeer hier op de brug, want ik sta op een brug. Dan heb je dit schitterende uitzicht. We zijn hier bij de Evangelische kerk, Oudkerk in Cagnani. Dan een leuk oud gebouwtje, zoals je ziet op de straat, tegenover het kerkje.
En dan nu voor de laatste keer dat de evangelische kerk hier in Kajana. Dat is van 1896. We waren binnen en daar stond het aangegeven. Maar ze ligt ook schitterend bij. Nu zijn we dan op het marktje van Kanyani. En daar staat dit oude gebouwtje. En dit is het oude paleis van Justitie. Dat is dan dat centrum van Kanyani. We maken nu nog een wandeling langs de rivier. Je ziet dit mooie huisje liggen, dat die rivier stroomt langs het hotel. Hij stroomt niet hard, want daar waar het hotel is, ligt er een grote stuwdam. Even de andere kant, stadskant. Daar ligt ook nog een mooi huisje, vlak naast het andere. We zijn vandaag weer naar Groban Nimi. Dat is een tocht van zo'n 400 kilometer. Over dit soort smalle weggetjes. En zoals je ziet is hier het bocht van Lapland. En dat is het plaatsje Hanua, waar we ook doorkomen op weg naar Groban Nimi. En zoals je kunt zien zijn we aangekomen bij de Poolcirkel. Dat is dus een aardig eindje omhoog. We boffen niet met het weer. Het regent. En dit is hier zo toeristisch als het is. En hier ligt hij dan echt. Zie je dat? Op de 66e breedtegraad.
dat je dan gewoon een goed souvenir hebt. We zitten hier zo'n kilometer of 10 van de Poolcirkel, boven de Poolcirkel dan. En je ziet ook een mooie Fins meer. Eigenlijk moet je zeggen Lapsmeer. Je ziet het heel anders dan in het zuiden en het midden van Finland. Veel uitgestrekter. En als je auto's niet achter ons zou rijden, zou het heel mooi zijn. Zou je zeggen, kijk. En hier staan we dan, s'avonds laat. Het is zo rond 10:30. Moet eens kijken waar het licht. En echt niks met een lamp. Kijk maar naar de lucht. Die is blauw. We maken vandaag een tochtje met de auto door het noorden van Lapland. Dit is onze eerste fotostop. Dan loop je dan maar gewoon langs de grote weg. We zijn nu even ten noorden van Ivalo. Dat is een plaatje niet ver van de Russische grens. Van hieruit is het zo'n 300 kilometer naar Murmansk. Nou, hier zitten we kort bij de Russen. Hier op de weg tussen Koppa en Kittila. Dat is dwars door Lapsland. Dus zoals je ziet hebben we hier kilometer na kilometer onverharde weg. Dat is een ergernis voor Marije, want die heeft graag gas. En dat gaat hier natuurlijk niet, want hier moet je rustig rijden. Je ziet, hebben we bezoek op deze weg. Die wijst onze weg. Naar Kittila. Ja, hij is in twijfel nu. Links, rechts. Rechtdoor.
Hoor je het goed zien. En daar zit een mooie Lapland. Dat is een ontvaarde weg. Nou, we zitten dan in ons blokhutje, nou hutje, een open haard aangemaakt, gewoon omdat dat gezellig is. Je ziet, het is helemaal compleet, met keuken. En zoals nu is het ook nog heel licht buiten. Dan heb je een paar van die joekels van de bellen, maar ze zijn nu ingericht op wintersporters. Dus als je het zo ziet, dan denk je van het zijn bedden, dan moet je met de ski-uitrusting in. En dan kun je boven kun je nog wat medereizigers kwijt. Nee, het is te donker, hoeft dus niet. Dan ga je weer de open haard. En dan hebben we hier de badkamer met achterin een privé sauna. Ziet er toch netjes uit hier. Maar kijk de hal ook nog even laten zien met licht. Hout ligt al klaar. Allemaal keurig netjes ingericht. We maken vanochtend een wandeling in de omgeving van het hotel. We zijn vandaag zo'n 100 kilometer teruggereden naar Rovaniemi. Een leuk plaatsje.
Nou, hier zijn we er weer. Bij de Poolcirkel. Maar vandaag regent het niet. Vandaag hebben we een stralend zonnetje. Want dit ligt maar zo'n 5 kilometer van Rovaniemi. En kijk hier, die witte lijn. Dat is dus de Poolcirkel. We zijn hier in het plaatje Silenkila bij het oudste houten kerkje van Finland. Lapland mag ook. En dat is gebouwd door een Nederlander. En dan surprise, surprise. Dat was niet de echte oude kerk, dat is dus nog een oudje. Een echt oudje. Dat staat er ook onder, een gammele kerk. En die zou dus gebouwd zijn door die Nederlander. Dat is anders dus een ander kerkje. En nu zijn we dan bij het echt oude kerkje. De gammele kerk. Echt heel mooi in de bos, met rechts een kerkhof. En dat is ook een mooi kerkhof. Nu zijn we dan weer buiten. Even de zijkant bekijken. En dat doen we soms ook hier, dus regenen. Bij de zon schijnt, dan kunnen we dadelijk goud gaan zoeken bij de regenboog.
dit was dan de bar met de langste naam ter wereld in het plaatsje. Vandaag zijn we op weg naar Cusomo. Dat is een plaatsje in het zuid, nou niet zuidoosten, maar middenoosten van Finland. Dat betekent dat we weer op onze weg terug naar huis zijn. Want we hebben Lapland achter ons gelaten. Nu zijn we opnieuw bij de Poolcirkel, maar nu aan de andere kant. Namelijk het zuidoosten van Finland. Eigenlijk is het Midden-Oosten. Oh, we laten de Poolcirkel achter ons. Zoals je ziet rijden we door een mooi landschap met op een B-weggetje. Het heeft net heel veel geregend. Maar het klaart weer op, dus het is mooi, de zon komt. We zitten nu nog zo'n 75 kilometer van Cusamo en dan moeten we nog naar Suomuselma. En dat is ook dan nog eens een keer zo'n 80 kilometer. Maar dat niet over zo'n mooie weg als deze, maar over weer zo'n binnenweggetje. Wordt leuk. Rij rijdt dat heel graag. We zijn nu nog zo'n 30 kilometer van Cusamo. En dan ligt langs de weg dit schitterende meertje. Thank you.
Dat is jammer van die auto. Zwart water. We zijn hier gestopt bij een natuurpark, zo'n 26 kilometer van Caïla. En we zijn op weg naar een waterval. Zo, om niet meer te vergeten, want zo heet die waterval. Ja, we zijn er nog niet, want dit is alleen maar de stroomversnelling. Nou, daar in de verte is hij dan, de waterval, bij de rode rotsen. Ja, we zijn nog steeds onderweg. We hebben er nu zo'n 450 kilometer op zitten. En we moeten nog zo'n 60 kilometer. Ja hoor, daar staan ze weer. Midden op de weg. Zie je? Ze blijven ook gewoon rustig staan. De weg is ook van hen. Het was schitterend om zoiets mee te maken. We zijn hier op plaatsje Suur-Missalmi. We blijven bij één nachtje en we maken nu een kleine wandeling vanuit het hotel langs dit water. De laagstaande zon, ja, die gaat niet onder, die blijft dus zo laag staan zoals die nu staat de hele nacht. En hier staan we dan iets verderop. Hier zitten we in de wijk Amansari, ja, daar ligt het hotel. Een schitterend plekje, kijk eens. Nou, we zijn vandaag op weg naar Kuopio. En een kilometer of 30
Buiten Amansari richting Kajani zien we dit schitterende meer liggen. Dat is niet het eerste vandaag al. Het is al een heerlijk weertje vandaag. We zitten hier bij een oud Karelisch huis, het grootste van Finland. En daar zitten we dan in dat Karelische huis. En dan kun je een hapje eten. Hier zijn we dan op de eerste verdieping van het Karelische huis. Dit is een gigantisch restaurant. We hebben een andere kamer. Mooie kamers. Hier zijn we nou weer buiten. Aan de zijgevel van La Bomba. Schitterend huis. En lekker gegeten. Dat is een mooi restaurant er binnen, dat hebben jullie gezien. En hier heb je dan een ander huisje. En hier heb je dan de toegangshuis tot een hele grote camping. Heel mooi. Kijk zelf maar. We maken een wandeling terug naar de auto. Met hier rechts een mooi houten huis. Een houten dak. Links hetzelfde. Dan heb je achter de verte naar dat huis. Dat is aan La Bomba. We rijden hier in Hermes. Nou, we zijn aangekomen in Kuopio en we hebben een hotel. Dat ligt hier achter me en dan hebben we dit uitzicht.
met daar een molen. En hier zijn we dan een stukje verderop in de haven. Dan heb je dit mooie zachtblauwe gebouwtje. En hier zijn we dan op de markt van Kuopio. En tegenover ons ligt het stadhuis. Een stukje van die markt laten zien. De Copa Halli. De Copa Halli, dat is de overdekte markt van Kuopio. We zijn net binnen geweest, maar ze zijn er weer aan het sluiten. Dat is wel jammer. Dan is dan het uitzicht van ons balkon. We zitten hier 5 hoog.